Welkom bij het weekoverzicht van Ettenveelosser en Hallelosser met deze week. Lintjesregen in Losser. Koningsdag met kinderspelen op het plein. En Steenfabriek Decor voor spetterende voorstelling. Lintjesregen in Losser. Onder grote belangstelling van familie en bekenden werd op dinsdagochtend 26 april in het Lossershoes 5 inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. De heer Gerard Epping, de heer Tom Vaneke, de heer Luc Wevers en de heer Henk Willink uit Losser en de heer Robert Konter uit Overdinkel. De 5 inwoners van de gemeente werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Alle gedecoreerden werden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en waren zeer blij verrast toen bleek dat deze dag om hen draaide. Waarnemend burgemeester Kok sprak met lovende woorden over de koninklijke waardering die iedere gedecoreerde afzonderlijk kreeg. Daarbij werd een nadruk gelegd op het belang van de vrijwilligerswerk in de Lossense gemeenschap. RTV Losser filmde deze bijzondere ochtend. Bijzondere dag, bijzonder moment. Iedereen welkom, familie, vrienden. En we maken er ook een mooi moment van. Ik ga u allen toespreken. Geachte heer Epping. Ik ga u eerst even vertellen wat de omgeving allemaal zo bedacht heeft. Heer Epping, u bent hier omdat een vrijwilliger vandaag gewaardeerd zou worden voor zijn activiteiten bij de avondvierdaagse. U bent er toch een beetje ingetrapt. Want u bent diegene die we hartelijk gaan bedanken en die we een mooie onderscheiding gaan opstellen. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maar hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, ik ga toch even aan u zitten. Ja, ik snap het. Ik zou zeggen allemaal bedankt en we zoeken nog vrijwilligers. Geachte meneer Konter. Jaarlijks is de 4 mei herdenking met de kranslegging bij het oorlogsmonument op het Martinusplein. En u spreekt daar zelfs. En een goede aanleiding om eens met elkaar kennis te maken en samen met andere leden van het bestuur van de Stichting Veteranen Losser. En tegelijkertijd het programma en de speech even doornemen. Maar meneer Konter, we gaan niet vergaderen. We gaan u in de spotlight zetten. U heeft zich in uw vrije tijd vele uren ingezet voor de Overdinkelse en de Losserse gemeenschap. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.
geachte meneer Feineker. Dat heeft de familie toch mooi voor u geregeld. Bent u hier naartoe gelokt voor een gesprek met iemand van de krant over het Gildeproject? Hier in het gemeentehuis om 9:45. Alleen niet het Gildeproject staat in de belangstelling, maar alle ogen zijn nu op u gericht. Uw doelstelling is om er een sociaal, maatschappelijk en het liefst ook een cultureel karakter aan te geven. En dat doet u op een vasthoudende en creatieve manier. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Iedereen bedankt en welkom natuurlijk ook in het Ruper Café Losse aan de Vlasa. Geachte meneer Wevers. Meneer Wevers, hoe bent u naar het gemeentehuis gelokt? Via uw zwager. En van hem heeft u een uitnodiging gekregen om naar het gemeentehuis te komen, want uw zus, Nianne, zou een koninklijke onderscheiding ontvangen. Wat een feest. En vooral mondje dicht houden, wist u aan uw partner Max te vertellen. En nu staat u jezelf in de schijnwerper. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Meneer Willink. Meneer Willink, u bent met een brief uitgenodigd naar het Losses Hoes te komen. En daar zou een jaarlijkse bijeenkomst zijn waar inwoners van de gemeente Losser in het zonnetje worden gezet. En dit jaar zou dat Koert Hulsebos zijn. En als voormalig directeur van de SWL bent u ook uitgenodigd en als verrassing samen met anderen genodigden. En niets is minder waar. Zoals u inmiddels wel hebt gemerkt, wordt u nu in het zonnetje gezet. Het heeft zijn majesteit, koning Willem-Alexander, behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Komt u in beeld. Ik zal het voorzichtig doen. Dan staat u goed en komt u toe. Oké.
Koningsdag met kinderspelen op het plein. Op woensdag 27 april werd eindelijk weer ouderwets Koningsdag gevierd in Lossen. Met een stralende zonneschijn had het Oranje Comité weer een mooi programma voor jong en oud op het Raadhuisplein georganiseerd. Om 9 uur werd een gedecoreerde uit de gemeente Lossen ontvangen in het Lossershoes. Om 10 uur volgde een opbade door muziekvereniging Excelsior. Na het hijsen van de Nederlandse vlag volgde er een korte toespraak door burgemeester Kok, waarna hij het stadshein gaf voor de diverse kinderspelen die op het Raadhuisplein waren opgesteld. Er was een knutselhoek voor de jongste kinderen, diverse luchtkussens en spelen. De Arien Scouting Groep was aanwezig met een survivalbaan waar druk gebruik van werd gemaakt door de aanwezige jeugd. De Lossense brandweer was present met een brandweerwagen. Ook de clown die ballonnen omtoverde in mooie creaties was een enorm succes. De muzikale omlijsting van het geheel was in handen van DJ Mike. Alle kinderen werden getrakteerd op Ranja en een ijsje die zorgde voor lange wachtrijen bij de ijskraam. Koningsdag 2022 was een groot succes in Lossen. RTV Lossen was erbij en maakte deze impressie. Welkom. Je bent er wel. Ja. Maar wel mooi weer. Welkom op deze heugelijke dag, die we eindelijk weer na 2 jaar kunnen vieren. 2 jaar stilgelegen door de corona. In de coronatijd zijn ook mensen ook onderscheiden. En van het jaar zijn er 5 nieuwe onderscheidingen bijgekomen. Daar zijn we hartstikke blij mee. En ik hoop dat we ook nog in jaren door kunnen gaan in dit gezelschap. En dat de gemeente dit ook faciliteert, deze bijeenkomst. En we gaan zo meteen naar buiten. Dan komen we Excelsior nog baden brengen aan de 5 genomineerden, zeg ik dan maar. En daarna zal er nog het Wilhelmus gespeeld worden. En ik geef het woord aan de heer Kok, de waarnemend burgemeester van Lossen en de vervanger van SIA. Ja, Ron, dankjewel. Je bent wel heel erg stil allemaal. Ik begrijp dat u een hele grote toespraak heeft verwacht. Of eigenlijk is het veel meer gezellig samen zijn, want dat het laatste is, denk ik, gewoon eens maar mij. Mooi van dit soort dagen vind ik altijd dat je elkaar wel ontmoet. Kan weer. Mag weer. Gisteren hebben we 5 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Nou, ik moet zeggen, dat is volgens mij goed geland. Ik heb iedereen even vanmorgen binnen zien komen. Sommigen wat kleine oogjes. Oranje bitter, normaal is het, drink ik niet voor 10 uur. Ergens op de wereld is het voor de blad. Precies. Maar op Koningsdag mag het. Heel veel plezier vandaag. Lang leven de koning. Hoera! 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 Roos, in 1 keer hè?
Steenfabriek Decor voor spetterende voorstelling. Afgelopen zondag hebben meer dan 160 mensen genoten van de topvoorstelling Parijs, Berlijn, Broadway. Deze productie, gespeeld door onder andere Diet Gerritsen en Frank Dijman en een projectkoor van lokale amateurtoppers en het Canisius Concertband uit Nijmegen, kon na 2 jaar uitstel eindelijk gespeeld worden op onze eigen steenfabriek. Het verhaal, een muzikale reis van Joodse muzikanten in de Tweede Wereldoorlog, gaat langs 3 verschillende landen in 3 verschillende talen en ontroerde van begin tot einde. En de Velosse was erbij en maakte de volgende reportage. Thank you.
celui de la conquête. Dit was het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.